is het gegaan, dames, vanmorgen met trainen? Met de wedstrijden? Heel goed, zo te zien. Ja. Wat is het voor prijs? Allebei op de tweede plaats gekomen. Ja. En we hebben een hele strakke wedstrijd geturnd. Alle oefeningen gingen eigenlijk zoals het moest. Welk toestel hebben jullie gedaan? Vloer, sprong, brug en balk. Dus alles. Okay. En hoe hebben jullie zich daarop voorbereid? Wij trainen 2 keer 3 uur in de week. Dus in totaal 6 uur in de week. En we hadden vandaag het geluk dat dit onze trainingshal is. Waar we nu ook de wedstrijd hadden. Dus ja, dan ken je de toestellen al een beetje. Dus dat is een fijne voorbereiding. Ja. Ja. Oké. En zeg je, trainen 2 keer over hier in de hal. Vandaag wedstrijden. Hoeveel wedstrijden heb je zo op jaarbasis? Individueel hebben wij 3 voorrondes en dan nog een finale. En met ons team hebben we ook nog wedstrijden. Okay. Ja, daar heb je ook 2 voorrondes en ook een halve finale en een finale als je daar komt. Okay. Want hier zijn vandaag heel veel verenigingen. Doe je dat ook bij die andere verenigingen dan turnen? Ja. Op een gegeven moment? Oké. Okay. Dat is een vaste groep waar jullie daar met samen doen? Ja, wij hebben een vast team op dit niveau. Enkele talenten hier tussen vandaag gezien? Hier tussen? Het hoogste niveau wat vandaag geturnd wordt is ongeveer, moet ik even goed nadenken, middenbouw 4. Dat is een beetje vergelijkbaar met, je moet je voorstellen, we hebben middenbouw 1, 2, 3, 4. En dan is 4 dus, ja, zeg maar het vierde niveau van Nederland. En supplement E is ook vierde niveau ongeveer onder de toppers. En dat is verschil. Middenbouw zijn dan waren jongere turnsters tot en met 12 jaar. En nu op dit moment turn 13 jaar en ouder. Wij hebben nu individuele wedstrijden op deze ronde. Dus dat betekent dat er zo'n 50-tal turnsters bezig zijn op 2 banen. We hebben 4 wedstrijdrondes. Dus dat vraagt eigenlijk ook nogal wat van vrijwilligers, ja, hè? Ja, wij hebben ook heel veel deelnemers. Dat betekent voor Penta ook dat wij, ja, je moet per dag deel dan leveren. Mm-hmm. Dus wij moeten vandaag 10 mensen leveren. Dus, ja, zelfs. Nou, dus die prijs heb je absoluut dan ook wel verdiend, denk ik. Ja, nou, dus, jullie hebben het al gezien. Prachtig. Jureren is wel een precisiewerk. Je hebt uiteraard vroeger zelf ook geturnd, toch? Ooit wel. Bij welke vereniging? Tot mijn 18e zat ik bij WOGV in het Wold. Kijk, ja, okay. Nou ja. Hartstikke mooi. Hey, heb je daar vervolgens als jurylid ook speciaal cursussen moeten volgen? Ja. Neem ik aan eigenlijk. Ja, je begint altijd zeg maar met het laagste niveau. Op dit moment heet dat TD1. En dan hebben we TD2, 3, 4. En als je internationaal bent, doe je TD5. Ja. En voor elke opleiding heb je zeg maar een cursus van 5 bijeenkomsten ongeveer. En dan moet je examen doen. En, dus best je hebt een hele weg afgelegd dus. Ja, zeker. Okay. Zeker. Nou ja, we hebben een D-score. Dat betekent of de oefening aan voldoende onderdelen bestaat. Ja. In dit geval ook nog een samenstellingseisen zijn er nog. En we hebben wat betekent dat bijvoorbeeld? Ja, ze moeten bijvoorbeeld hier 2 sprongen laten zien met een A-waarde. En ze moeten dus een acrobatische onderdelen doen. Dus elk niveau heeft zijn eigen samenstellingseisen. Ja, en de E-score bestaat uit alle technische aftrek. Ja. Ben je een beetje tevreden over de uitvoering? Ja hoor, ja. Je ziet wel wisselend niveau nog. Maar het is voor iedereen nu de eerste wedstrijd. Dus toch spannend. Ja. Ja. Mensen moeten ook wat uitproberen, de turnsters. Dat mogen ze ook, hè? Ja, en het is ook voor ons de taak om het gelijk goed te jureren. Ja, ja. Om ze niet valse hoop te geven dat dat goed is. Wat is jullie droom nog om eventueel te bereiken? Dit niveau vind ik eigenlijk wel prima. Dus ik heb eerder hogere divisies geturnd, maar door een blessure kan dat helaas niet meer. Dus dit is wel mijn droom eigenlijk. Voor jou? Ja, dat geldt eigenlijk ook voor mij. Ik heb ook een blessure gehad, dus ik ben weer teruggekomen op dit niveau. En ik ben ook al wat ouder dan de rest, dus ik vind dit niveau is prima. En de kleine dingetjes die we in de training nog leren, daar halen we wel energie uit ook, hè? Ja. Ja.
Thank you.